Alexander Jacobs, ek speel die rol van Johan Lombard. Hy is Nina se pa, die bruid van die storie. Hallo, en ek is Deidre Wolliter. Ek speel die rol van Christel Lombard, sy vrou en Nina se ma. Dat is natuurlijk soveel paarkies in die fliek en ek dink ons is half die een paarkie wat regtig sukkel. Dit is nie een makkelijke verhouding nie. Ons is seker omtrent so wat 29 jaar nou al getroud. Ja. En hulle krap. Dit is net nie een gelukkige 29 jaar gewees nie. Ons is eintlik die goeie voorbeeld van hoe een verhouding nie moet wees. Ja, precies. Maar daar is hoop. Dit is die goeie nuus. De grootste uitdaging is dat die lijne, wat die karakters moet volg, die ding is, dis dinnerige lijne, maar hulle maak baie belangrike punte. So ons moet ons achtergrond, ons subtekst, baie lekker uitwerk en uitdink en aan concentreer om ons te ondersteun, so dat ons die oomblikke kan tref. Ja, ek dink die uitdaging is juist om, jy moet verstaan wat jou karakterse rol in die story is, wat verteenwoordig jou karakter, en dan moet jy seker maak, of jy hoop jy kry dit reg, dat jy dit uitlig, en dat dit tevoorschijn kom. Mense moet vir altyd gaan kyk, want dit is een sprookjesverhaal. Dit is soos elke jong meisie se fantasie op so baie vlakke. Ja, en dat is een groot stukje werkelijkheid ook daarin. Ja. Baie groot stukje werkelijkheid, die werkelijke leven tussen die sprookjesverhaal. En hoe moeilijk dit is om die sprookjesverhaal uit te leef. En dit is een love story. Dit is baie mooi. Like ons Facebookblad, Vir Altyd Film. En tweet saam by @Vir Altyd Film.